Goedemorgen allemaal. Het is vrijdagochtend 7:15 en ik ben net wakker. En laten we eerst even aandacht besteden aan mijn wimpers. Hoe eerlijk is het namelijk om wakker te worden met zulke soort wimpers? Ik heb wimper extensions laten zetten. Daarvan komt nog een aparte video. Of in ieder geval, het komt in de laatste bruiloft video. Dus die zien jullie nog voorbij komen. Maar ik ben er echt mega blij mee. Ik heb het laten doen bij een van de klanten van Sven. Bij Inge. En Inge heeft een haarstudio in Assen. Inge's haarstudio heet het ook uit mijn hoofd. Ik hoop dat ik het nu niet verkeerd zeg. Maar volgens mij wel. En ik ben er echt super blij mee. Dus dankjewel Inge. En dit is niet gesponsord trouwens, maar Inge was gewoon zo lief om dat bij mij te doen. En dat verdient natuurlijk wel eventjes een shout-out. Verder is het natuurlijk weer tijd voor een nieuwe opdracht. Hoe ging het met je niet suiker eten? Of in ieder geval checken waar overal suiker in zit. In zoveel producten is suiker toegevoegd. Dat is echt niet normaal. En wat ik eerder ook al zei, het is echt niet mijn bedoeling om alles dan te gaan vermijden. Maar het is wel goed om je te beseffen hoeveel producten toegevoegde dingen bevatten die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Ik vind het dus echt een uitdaging om zo puur mogelijk te eten. En natuurlijk eet ik af en toe wel eens iets waar toevallig suiker in zit, maar ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden. Dan de nieuwe opdracht. Ik vind het weer tijd voor eventjes een evaluatiemoment. Je bent nu een tijdje bezig. Je hebt waarschijnlijk wat dingetjes veranderd, maar waarschijnlijk gaat het nog niet perfect. Bij niemand gaat het perfect. Dus we gaan weer eens even helemaal terug naar het begin. We gaan kijken hoe het gaat met jou. Dus schrijf weer eventjes op wat je eet, wat je drinkt. Net zoals we in het begin hebben gedaan. Ga het weer bijhouden. Dat lijkt heel dubbel, maar ik vind het heel goed om constant te checken van wat is er veranderd en wat zou ik nog verder kunnen veranderen. En probeer daar weer in kleine doelen te stellen voor jezelf. Dus ga niet zeggen van, oh, ik moet niet meer snoepen. Maar nee, misschien zeg je wel van, hey, ik eet nog te vaak onbewuste tussendoortjes. Of misschien eet je wel te lang niet en krijg je dan 's avonds trek. Of eet je te weinig gedurende de dag, krijg je 's avonds trek. Door het opschrijven zie je jouw eigen valkuilen veel beter. Dus dat gaan we weer doen. Verder heb ik een ontbijtje gemaakt, pardon. Ik heb kwark met appel en zonnebloempitjes en koek- en speculaaskruiden. En ik heb een kopje thee. Ik ga nu eventjes ontbijtnieuws kijken. Jan de Hoop. Jee. Oh nee, die is er vaak niet op vrijdag, hè? Oh. Maar dat doe ik altijd 's ochtends vroeg en dan ga ik aan het werk. Zo, ik heb me omgekleed en verder opgemaakt. Ik heb mijn sportkleding aangetrokken en nu zit ik in de auto. Ik ga namelijk naar Sven's ouders. Vandaag ga ik een video opnemen. En dat doe ik ook wel eens op de sportschool. Maar daar worden nu groepslessen gegeven, dus daar kan ik niet terecht. En ons huisje is eigenlijk een beetje te klein. En dan zit ik echt met ruimte, dus ik ga lekker daarheen. Daar kunnen we goed filmen. Zo, workout is opgenomen en dat doe ik altijd hier. Misschien herken je de achtergrond wel. Wat jullie alleen nooit zien is dat hier echt een mega bed staat, die ik altijd helemaal tegen die kant aan duw. Dus dat je echt, het lijkt een heel lege ruimte, maar dat is het echt niet. Want er staat ook nog een bed en een kast. Maar dat zie je dus niet. Maar ik vind het wel een perfecte ruimte. Het is ook zo lekker licht. Er komt heel, nu ben ik wel heel licht. Maar er komt heel veel daglicht naar binnen. En dat vind ik altijd super mooi. Workout is opgenomen. Voelt goed. Nu ga ik even een kopje koffie drinken met de vader van Sven. Ik heb de video geëdit en die staat nu te renderen naast me. En dan kan ik mooi even eten. Ik heb deze heerlijke pannenkoekjes gemaakt. Eiwitpannenkoekjes. Hiervan mijn basic eiwitpannenkoekjes komt binnenkort een recept op mijn blog. Optimavita.nl. Oh, mijn vork valt op mijn schoot. En ik heb er vandaag pindakaas op gedaan. En appel uit de magnetron met een beetje kaneel eroverheen. Ik ben eigenlijk best wel trots op mezelf, jongens. Ik heb dus die video helemaal af. Ik heb het artikel getypt. Ik heb in huis nog wat opgeruimd, wat schoongemaakt. Dus helemaal top. En nu is het 3:15. En ik ga zo sporten. Ik heb allemaal van die babyhaartjes trouwens. Echt. Maar ik ga dus zo sporten. En dan zul je zeggen van sporten, je hebt vanmorgen toch al die workout video opgenomen. Ja, dat is zo. Maar dat was maar 20 minuutjes. En ik had met Rashida afgesproken vanavond om gezellig te gaan eten en te gaan chillen. En zij wilde ook nog sporten en toen dacht ik van, weet je wat, ik heb toch nog maar 20 minuten gesport. Ik kan best nog even wat doen. Ik heb nog wel zin om even wat te doen. Dus daar gaan we voor. We gaan naar Basic Fit, daar hebben we al gesproken en daarna gaan we dus gezellig samen eten. Ik heb niet gefilmd tijdens het sporten, maar het was ook best wel saai, want ik heb 20 minuten hard gelopen. En daarna wat oefeningen nog gedaan. Ik denk dat ik 3 krachtoefeningen of zo heb gedaan. Nog een beetje voor mijn bovenrug. Wat zwaardere oefeningen. Naar mijn workout. En nu ben ik bij Rashida.
Yay. En we hebben echt een pracht plaatje van een salade in elkaar geprutseld. Ja, alweer salade. Volgens mij eet ik echt veel te vaak salades de laatste tijd. Maar ik heb er telkens zin in. We hebben er eentje met tempeh gemaakt. En met nootjes. En verder zitten de groenten in. En augurk. En we gaan nu lekker chillen. Wat gaan we doen? Gaan we iets kijken? We gaan Netflixen, denk ik. Netflixen. Netflix en chill. Ja. Perfecte vrijdagavond. Goedemorgen allemaal. Het is zaterdagochtend, bijna 9:15. Het was super gezellig gisteren met Rashida. En ik heb nu alweer met haar afgesproken, want we gaan sporten. Om 9:00 gaat Basic Fit open en dan gaan we ook direct sporten. Ook kijk, ik ben heel lang geweest dat ik zei, oh, bloemen kopen is echt zonde. Maar ik ben de laatste tijd helemaal fan van de tulpjes. Dus ik koop de hele tijd tulpjes. En die zijn ook niet zo heel duur. Ik vind dat zo zonde om heel veel geld uit te geven aan bloemen en dat ze dan echt maar een week staan. Maar de tulpjes staan altijd wel langer en ze zijn ook niet zo duur. Dus ik vind het helemaal vrolijk in huis om lekker bloemetjes te hebben. Ik ga lekker sporten. Ik ga proberen nu wel te filmen, want het is nu denk ik ietsje minder rustig. Of ietsje minder druk bedoel ik. En ik ga benen trainen. Ik heb deze broek weer eens aan, mijn Reebok broek. En die vind ik altijd zo leuk, maar ik heb ze niet zo heel vaak aan. Anders heb je heel snel zoiets van, oh, komt zij weer in die broek. Maar goed, ik ga niet verder praten. Ik ga sporten. Zo, lekker gesport? Yes. Mooi, mooi. Fijn weekend. Fijn weekend. Doei, doei. Doei, doei. Na het sporten heb ik kwark met appel en zonnebloempitjes. En er zitten ook cacao-nips doorheen. En een beetje koek- en speculaaskruiden. Want ik had voor het sporten alleen maar een banaan gegeten. Ik heb even razendsnel gedoucht en me omgekleed en me opgemaakt. Ik heb deze outfit aan. Broek is van Kostes, maar al van tijd terug. De schoentjes koop ik altijd bij Van Haren pumps. Ik zweer echt bij deze pumps. Het zijn echt van die suede, velvet-achtige pumps. Deze is van de Primark van ook alweer 1 of 2 jaar geleden. Ik ga nu wat super leuks doen. Ik heb namelijk weer afgesproken met een van jullie, met Annette. Voor de winactie, zeg maar, zij is ook een van de winnaars van de winactie geweest. Voor de 50.000 abonnees. En ik ga nu gezellig met haar koffie drinken bij Doppio. En ik vind het wel weer heel erg spannend, moet ik eerlijk toegeven. Ik kan me voorstellen dat het voor haar ook spannend is. Maar voor mij ook zeker, want ik heb geen idee wie je bent. Maar het wordt vast wel heel gezellig. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Dus ik ga nu die kant op fietsen. Ik zit hier bij Doppio met Annette. Hoi! En we zitten al 1,5 uur bijna echt te kletsen. Het is super gezellig. Waar kom je dan? Apeldoorn. Apeldoorn, helemaal uit Apeldoorn. 2 uur rijden. Ja, ik voel me echt vereerd. Maar het is echt mega gezellig. Ja, ik vind het ook echt super gezellig. Ja, ik voel me ook heel vereerd dat ik hier mag zijn. Ja, en Annette vertelde me dat jullie elkaar, zeg maar, een soort van meeten met elkaar. Ja, via hashtag Optima Vita. Dat is zo leuk. Echt, dat realiseerde ik me helemaal niet, maar dat is zo leuk. Ja, nee, via hashtag Optima Vita heb ik best wel wat mensen via Instagram die ik ben gaan volgen en waar ik ook privéberichten mee stuur en reacties. En super leuk. Echt zo leuk. Goed, wij kletsen nog even verder. Oh jongens, dat was weer zo mega gezellig. Echt, jullie zijn zulke toppers. Echt niet normaal. Nu moet ik alleen echt gaan opschieten. Want ik had niet gedacht dat ik, zeg maar, zo snel moest doen. En ik had tegen Sven gezegd van, oh, ik doe nog wel even boodschappen. Want we hebben zo meteen met de ambtenaar afgesproken. Bij Sven's ouders thuis. En daarna gaan we daar ook wat eten. Ook met de familie, zeg maar. Maar ik zou nog wat boodschappen doen. En Sven die zei, nee, dat doe ik wel. Want anders moet je zo haast. En ik zeg, nou, dat lukt allemaal wel. Maar nu moet ik toch nog een beetje haasten. En dat wilde hij dus niet. Dus niks tegen Sven zeggen. We gaan snel boodschappen doen. Oké, ik heb weer vakkundig niet gevlogd. Maar we hebben dus net, of net, het is inmiddels 7:15. En we hebben vanmiddag de afspraak gehad met de trouwambtenaar. Hoe vond je het? Ja, ik vond het wel leuk. Ja? Ja. Ben je nu zenuwachtig? Nee. Nee? Nee, jij wel? Nee, helemaal niet eigenlijk. Nog 3 weken voor ons nu. En als jullie dit gaan kijken, als jullie dit zien, nog bijna 2 weken. Dan kunnen we bijna gaan kijken wat voor weer het wordt.
Dat vind ik wel spannend. Ja, dat vind ik ook wel spannend. Ik zeg de hele tijd heel stoer dat het me niet uitmaakt. En dat als het niet zo, dat het dan ook een leuke dag wordt. En dat wordt natuurlijk ook zo. Maar een zonnetje zou het toch wel heel fijn vinden. Zonnetje 22 graden zou ik tof vinden. Ja, precies. Ja, veel zonnetje warmer. Zonnetje 30 hoeft voor mij ook niet, hè. Nee. Nou, maar laten we zeggen 24 graden. Gaan we daarvoor. Dus duimen jongens, duimen jullie met z'n allen mee. In ieder geval droog. In ieder geval droog, dan zijn we tevreden. Kijk jongens, wat ik van Annette had gehad vandaag. Echt super lief. Een foaming shower gel van Rituals. En ik ben ondertussen nog wat voor de bruiloft dingetjes aan het doen. Alvast een sneak peek. De rest komt in de trouwvideo. En deze, dit is een olie. En heel toevallig stond ik vanmorgen voordat ik naar haar toe ging onder de douche. En had ik net één zo'n olie opgemaakt en dacht ik echt van, oh jammer, hij is op. En nou heb ik een nieuwe. Dus ik ben helemaal gelukkig met deze. Het is echt, ik vind het zo lief. En het hoeft helemaal niet dat jullie dingetjes voor me meenemen, maar het is zo lief. Goedemorgen jongens, het is een zondagochtend. Het is, nou ja, het is 11:55. Het is nog net ochtend. Ik ben de hele dag, of de hele ochtend al een beetje chill bezig geweest. Net ontbeten en ik heb al even hapjes gemaakt. Die willen we namelijk even testen voor de bruiloft. Of ze lekker zijn en of ze goed blijven. Ik geef straks al even een sneak peek, maar de echte, wat er echt precies in zit, zeg maar, dat ga ik vertellen in de laatste bruiloftsvideo. Nu ben ik Say Yes to the Dress aan het kijken en we gaan zo meteen naar mijn broertje en mijn schoonzusje. En mijn ouders komen daar ook heen, dus dat is gezellig. Kijk, dit zijn de hapjes die ik heb gemaakt. Die ga ik nu in een bakje doen en die ga ik meenemen. Want dan kunnen we eens proeven of ze nog goed blijven. Outfit of the day is dit shirtje van Primark. Deze broek, oh deze is ook van Primark. En mijn schoentjes zijn van de Van Harecht. Een budget outfit vandaag. Sven's outfit, hij staat al helemaal te posen. Wat heb je aan, Sven? Ik weet het niet meer. Van Nike. Van Nike? Van de Nike Store. Oké, goed verhaal. Maar dat weet ik niet. Oké, dat was hem. Nou, top. Dank je. We zitten in de auto en Sven's moeder kwam aan met een cd, een oude cd van Sven, met Sven's Party Hits erop. Maar we kennen dit nummer helemaal niet. Wie kent hem? We doen eventjes een pitstop om bij te vullen. Zo, dat zijn gezellige mannen in een cabrio. Sven heeft zojuist een interessante vraag voor jullie bedacht. Hoe zou je je kind noemen als je hem moest noemen naar een etenswaar? En Sven, wat is jouw antwoord? Ik had gezegd broccoli. Broccoli. Omdat het schat vanaf te kort is. Naar brokkie. Brokkie. Dus als we ooit een kind krijgen, gaat het broccoli eten. Roep naar een brokkie. Nee, ik denk apple of zo. Apple? Ja. Ja, nee, ik denk iedereen dat je je iPhone zoekt. Ja. Dat zie ik ook niet, hoor. Nee, ik ga nadenken. Hoe, welke? Kipfilet. Cheeseburger. We hebben even een pitstop op de afsluitdijk, want mijn perfecte vriendje, die zei in één keer, waarom maken we geen coole Instagram foto voor jou op de afsluitdijk? Je bent zo perfect. Insta-hubby. Dus we gaan, ja, een echte Insta-hubby. Dus we gaan nu kijken of we hier een mooie foto kunnen maken. Kijk jongens, dit is het uitzicht wat mijn broertje en schoonzusje hebben. Hoe geweldig is dat? Als je die watertoren ziet, aan die weg ben ik opgegroeid. Ik weet niet, ja, ik heb daar ook wel eens gevlogd. En dit is de nieuwe aanwinst van de familie. Ja, en nog een Instagram of YouTube hondje. Cooper heet hij. Hé, Cooper? Alleen Cooper reageert nog niet. Oh, wel een beetje. Op zijn eigen naam. Maar waar ik eigenlijk mijn camera voor aanzette, dat komt er als het goed is zo meteen aan. Is het echt het meest schattige wat je ooit hebt gezien. Maar we moeten nog heel even geduld hebben. Cooper en ik kunnen echt niet wachten. Hoor je dat? Hoor je het? Hoor je het? Kijk nou! Ik weet niet
of je het goed zag, maar daar word je toch gelukkig van? Val je om? Nee. Wij zijn alweer eventjes thuis en we liggen lekker te chillen. Ik heb chillkleding aangedaan en we kijken de jongens tegen de meisjes. Zo jongens, wij gaan zo lekker op bed liggen en daar nog even film kijken. Dus ik ga de vlog bij deze afsluiten. Maar niet voordat ik de Instagram foto's met jullie heb gedeeld van hashtag OptimaVita. Allereerst deze van healthy.food.xx. Dinnertijd, zegt ze. Bloemkoolschotel met gehakt uit de oven. Ik gebruik de tartaar gehakt en 15 gram geraspte milderkaas. Super leuk om te zien als jullie mijn recepten hebben gemaakt. Dan heb ik verschillende selfies of foto's van jullie. Allereerst Joy van Essen, super stoere chick. Ze gaat hardlopen, heel goed bezig. Dan deze selfie van Laura Hoenkamp. Weer lekker gesport, zegt ze. En dan zegt ze dat ze goed bezig is. En dat ze echt na twee zwangerschappen heel blij is dat haar lichaam weer een beetje fitter wordt. En ik vind haar echt een fit mommy, zoals ze zelf ook al zegt. En dan heb ik de eerste foto van een man, volgens mij. Hebben we eerder een foto van een man gehad? Nee, volgens mij niet. Gedeeld door RRSSME-24. Volgens mij is ze dit zelf niet, want ze staat op haar profiel dat ze Romy heet. Dus ik neem aan dat dit, nou, of haar huisgenoot is, haar partner of iemand die ze op de foto heeft gezet. De caption zegt: gegrilde asperges met rode rijst en vegan kip. En natuurlijk een leuk gezelschap. Super leuk om te zien. Dan gaan we dus nu lekker op bedje liggen en daar nog eventjes wat leuks kijken. Ik hoop dat je genoten hebt van deze vlog. Geef zeker even een duimpje omhoog. En als je het leuk vindt, kun je natuurlijk abonneren op mijn kanaal. Dan zie je alle vlogs voorbij komen. Ik wens je een hele fijne dag verder. En vrijdag natuurlijk even het weer checken of we op 8 juni verwachten mooi weer te krijgen. Want dan kunnen we het zien, want de weervoorspelling gaat 14 dagen vooruit. Yay! Oké, dankjewel voor het kijken. Doei doei!